Dit is Rob van Esdonk, sportschoolhouder, bokscorrivee en voormalig wereldkampioen Free Fight. Vanwege zijn vechtkunsten is hij voor veel Japanners een levende legende. Maar hier in Nederland voert hij een heel ander gevecht. Voor de commissie ben ik verschenen, beroepsbezwaar gegrond verklaard. En nog steeds krijg ik niet mijn vergunning. Van Esdonk vestigde zijn sportschool 2,5 jaar geleden in dit bedrijfspand aan de Daffejotteweg. Omdat hij nergens anders terecht kon, zegt hij zelf. Ik had 3 of 4 locaties en die zijn alle 4 afgewezen omdat het bestemmingsplan daar niet voor was voor sport. 25 keer opdrukken. Nou, toen ben ik vervolgens weer terug naar de gemeente gegaan. Toen heb ik gevraagd, waar mag het dan wel? De ambtelijke modus moe besloot Van Esdonk zijn sportschool eerst te starten en pas daarna een vergunning aan te vragen. Die krijgt hij niet, zegt de gemeente. Want een sportschool zou niet in het bestemmingsplan passen. En dat is vreemd, want een kilometer verderop zit op hetzelfde industrieterrein deze sportschool, die door de gemeente permanent gedoogd wordt. Ik vind het jammer. Ik vind het jammer waarom de bedoeling is dat de meneer Rob is altijd aanwezig met de sportschool. De atmosfeer hier is echt gezellig. Van Esdonk gaf niet op en bleef de gemeente benaderen, maar dat haalde tot nu toe weinig uit. Ik heb een heel positief gesprek gehad met de wethouder. En dezelfde week is dezelfde week deze beste man. Die is niet herkozen, dus een nieuwe wethouder gekozen voor sport. En dan zit ik weer met een nieuwe man waar ik helemaal nog geen contact mee heb gehad. En die op een manier van de gang van zaken af heeft. Die nieuwe wethouder, dat is Ton van Bussel. Hij wilde geen reactie geven voor onze camera, omdat er nog een procedure loopt. Iedereen plukt de vrucht van dat ik jeugd van de straten haal. Mensen die normaal lastig zijn. Zo hard hier komen trainen dat ze s'avonds gewoon lekker gaan slapen. In plaats van kat kwaad uit te halen. Groeten! Daar doen wij het allemaal voor. Voor die sportschool waar jij later les gaat geven. Ja.